Is het vullen? Ja, ik zie het vierkantje. Hallo. Hallo. Dag Charlotte in het kot. Dag Germaine Quarantaine. Hallo. Wij komen een verhaaltje voor jullie vertellen. Hè? Van Suske en Wiske. De schat van de trollen. Wacht, Charlotte in het kot. Wat gaat u op dat eiland doen? Vakantie vieren in de vrije natuur, ver weg van alle drukte. We hebben het huisje van Oude Per gehuurd. Ah, Oude Per, de trollenjagers. Bedoelt u, wonen er trollen op het eiland? Ja, nou, ze kunnen 's nachts erg lastig zijn. En overdag trouwens ook. Ja, het was een aanbieding. Nu snap ik waarom dat die reis zo goedkoop was. Zie jij al een trol? Nee, die slapen wel nog, hè. Niemand wil hier naartoe. Ik ook niet. Ik wil terug naar huis. Wij wel. Wij hebben de trollen zien. Het gaat nu lukken ook. Trollen bestaan niet. Die oude Per was gewoon een beetje... kierewiet. Ene groen, 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 trollen, trollenland. Niet zo luid. Zo jaag je ze weg. Braaf gaan slapen, hè. Ja, Tom. Ja, Tom. Denk je dat we echt de trollen te zien krijgen? Ik ga niet naar huis voor we ze gezien hebben. Daar. Bij het raam. Hij keek naar binnen. Ja, schanulke zag hem ook. Kom mee, Suske. Waar trollen zijn, zijn schatten. Blijf dicht bij mij, schanulke, en doe precies wat ik zeg. Zie jij hem nog? Daar lopen er twee. Een grote en een kleintje. Spannend. Trollen, hè, Germaine? Amai, amai, amai. Maar wat zou er nu gebeuren met Suske? En Wiske en de trollen. Misschien moeten ze een mooie tekening maken wat dat er bij het verhaaltje gaat gebeuren. He, en dan, Charlotte, kunnen we het hier allemaal omhoog hangen. Ja, heel goed, Germaine. Allee, pietjes, veel plezier, hé. Van Charlotte en en Germaine Quarantaine. Ja, ik ga het hier afzetten, ja. Germaine. Ik ga hier. Ik ga hier, Germaine. Ja, daar. Hier, dag. Ja.